Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia video. We zijn aangekomen in het reisrijk en we moeten allemaal nieuwe mannetjes gaan maken. Wij spelen natuurlijk Nintendopia. En dat betekent dat wij op zoek gaan naar de leukste Nintendo characters. De codes hiervoor vind je boven in beeld als jij ze ook wil hebben. Eens even kijken wie de informant kan worden. Pac-Man is op zich wel grappig. Deze Among Us character is ook wel leuk. Shy Guy? Ziet er een beetje raar uit. Oké, we gaan even verder kijken. Big Bob Womp is ook nice. Oeh, deze Solid Snake is sick, maar die past er niet echt bij. Kijk deze Bidoof. Crash past ook wel nice hoor. Crash is niet helemaal een Nintendo character. Dat hebben we wel vaker gedaan. Geen echte Nintendo character. Maar we kijken gewoon even wat er nog meer in de lijst staat. Piranha Plant. Oh, dit matcht wel precies. Zullen we Piet een rol geven? Jong, Piet krijgt een rol, jongen. Piranha Plant. It's onze informant. Ik wil niet. Nou, dan heb je pech, Piet. Want je moet toch lekker voor je. En dit is dan het reisrijk. Wat? Ik zie aliens. Ik zie... Oh, wacht even. In de vorige aflevering moest ik aangeven of populaire Mii's naar mijn reisrijk mogen komen. Ik dacht dat die gewoon uit mijn game kwamen, maar die komen blijkbaar uit de online wereld. Hier staat in ieder geval Piet. What up, Piet? Die zegt, hey jij, ik heb jou hier nog nooit gezien. Dat zou heel goed waar kunnen zijn, want ik ben hier nog nooit geweest. Je bent op zoek naar de duisterdere vorst. Ja, man. Ja, dat is Mr. Iwata. En hij is ook sterker dan de duistere vorst Mr. Mai. Maar hij heeft geen idee waar hij zich schuilhoudt. Maar er is vast wel iemand hier in het dorp die weet waar die is. Oké, nou, dan ga ik op zoek. Hallo. Hallo, bonjour. Hallo, meneer de alien. Oh, het is mevrouw de alien. Sorry. Ik kon het niet zien. Het kan ook nog een hen zijn, hè? Een alien. Ja, je weet het niet. Die heet in ieder geval Alain. En die snapt niet wat haar vriendin nou bedoelde toen haar vriendin haar koppig noemde. Snapt er helemaal niks van. Die is niet koppig. Je hebt wel een mooi kopje. Dat zal ik je wel vertellen. Wie is dit, joh? Is dit de katversie van Mega Mindy of zo? Zingende kat Starfire. Oké, ja, miauw. Oké, doei, miauw. Wie zijn dit allemaal dan? Dit is Frisky. Nee, maar worden straks hier ook de gezichten van hun gestolen dan? Want dat zou misschien betekenen dat het ophoudt met Nintendopia, maar dat wil ik niet. Zo te zien kan ik het hier ook niet echt instellen. Nou, we gaan het wel zien in ieder geval. Yo, Serena. Oh, huh? Maar dit is niet mijn Serena. Dit is een trendy kokkin. Dit is een andere Serena. Die vraagt, heb ik wel eens gehoord van hamburgers? Ik heb gehoord dat iedereen in Curiosa er dol op is en dat ze heel lekker zijn. Als kok moet ik er toch minstens eentje geproefd hebben. Dus ja, Serena wil Curiosa bezoeken. Alleen Serena mag niet alleen reizen. Dus wij moeten Serena gaan helpen. Daar krijgen we 1000 monies voor. Dus blijkbaar krijg je nu allemaal opdrachten of zo die je kan doen. Kan ik jullie ook gelijk meenemen? Dit is Mew? Deze lijkt niet op Mew, sorry. En die maakt zich zorgen over de verschrikkelijke sneeuw, man. En wij moeten helpen. Ja joh, kom maar mee joh. Oh nee, we kunnen maar één tegelijk. Nee. Ik heb mijn woord eerst aan Serena gegeven. Dan gaan we Serena helpen. Hamburgers zijn belangrijker dan een verschrikkelijke sneeuwman. En ook staat hier een Kirby. Die wil ook dat we helpen. Nou, maar we gaan eerst maar eens even dan naar Curiosa of zo. Ik ben benieuwd wat dit nou weer voor gek planeetje is. Curiosa. Het ziet er wel leuk kleurrijk uit. Het lijkt wel kauwgomballenland of zo. Kijk, Rikachu. Kijk erboven, zeg Mario. Zie je die curieuze kleuren in de lucht? Ja, het heet hier inderdaad ook Curiosa. En Mario die zegt inderdaad ook, er lijken net allemaal snoepjes joh aan die bomen. Gaan we ze eten? Ik wil ze eten. Maar wat zitten hier voor vijanden dan? Hebben we hier weer nieuwe vijanden? En hoe komen we nu bij de duistere vorst dan terecht? Of ja, de duisterdere vorst. Waarschijnlijk moeten we al die mensen gaan helpen en dan krijgen we steeds tips of zo. We hebben hier een loopneus. Die moet even een testie gaan doen bij de GGD denk ik. En brood. Oké, ik denk dat dit wel de meest rare vijanden zijn tot nu toe uit de game. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Pak ze aan, pak dat brood aan. Brood is weg. Loopneus loopt er nog steeds. Hier, windvlaag in je loopneus. Hey, en Stevie gaat ook als laatste van iedereen naar level 17. Ja, Serena, ik heb geen idee waar we jouw hamburger kunnen vinden. Ik heb geen idee. Ik loop maar gewoon en ik hoop maar dat we een hamburger tegenkomen. Ah, we hebben wel een broodje gezien. Maar het was niet een hamburgerbroodje. Het was een sneebrood. En dit is een valstrik van loopneus nummer 2. Pak hem aan, jongen. Stinkloopneus. Ik wil geen snot. Ja, Mario. Ik ben blij dat Mario, dat we die erbij hebben gehaald, hoor. Ik denk dat Mario toch beter is dan Zucker. We hebben even een meeting en het gaat over Mr. Iwata. Dat die zo sterk is. Maar dat we dit samen gaan doen. Teamworkie. Laten we Miitopia redden. Huh?
De catalogus is aangekomen. Maar is het nou catalogus of catalogus? Dat blijft een discussie volgens mij. Maar we kunnen de catalogus of de catalogus bekijken met X. En daar staat hij. Dan kunnen we hierin kijken wat we allemaal al hebben of zo. Oh, wat? Nu kunnen we gewoon alles bestellen wat we willen? Oké. Maar we kunnen denk ik alleen maar dingen bestellen die we al hebben, toch? Want laten we even kijken naar de bloem. Ja, kijk, deze hebben we allemaal nog niet. Dus die kunnen we nog niet krijgen. Hoeveel dingen kunnen we nog krijgen, joh? Ik dacht dat ik die game bijna had uitgespeeld, maar we hebben denk ik pas de helft van de wapens nog niet eens. Dus dit is eigenlijk voor als je nu iemand wil omtoveren naar een andere klas, dan kan je die heel snel de goede wapens geven. Maar daar hoef ik helemaal niet, joh. Oh, wat? Epona kan praten opeens. Epona gaat Red hypnotiseren. Wat? Oh, het was maar een droom. Ik dacht al, sinds wanneer kan Epona praten? Ik heb hier een ultieme lekkernij. Deze kregen we van de duistere vorst. En die ga ik geven aan Mario, jongen. Oh, die vindt het lekker. Wat slijmgelei. Voor Red, geniet er maar van, jongen. En wat golem biefstuk voor Steve. Dit is de quest voor het broodje hamburger speciaal. Maar eerst tijd voor een quiz. Dit is Professor Oak, de favoriete quizmaster. We moeten schatten gaan zoeken. Dit is de schattenschuiver. In welke kist zit de schat? We hebben maar één kans. Oké, goed opletten. Focus. Hij zit in de rechterkist. Oké, de rechterkist gaat naar links. Nog steeds naar links. Gaat naar rechts. Gaat naar midden. Staat in het midden, toch? Ja, lekker. Ik had het gevoel dat dit nog langer ging duren. Maar het was eigenlijk best wel snel klaar. En wat hebben we eigenlijk gewonnen? 5 HP bananen. Daar heb ik er nog 632 van, volgens mij. Hier hebben we niet zoveel aan. Ja, blijkbaar is de ultieme hamburger daar. We moeten deze kant op. Hey Red, dit kan jij. Jij kan deze persik slijmpjes allemaal in één keer nakken. Dat kan jij, jongen. Maar je doet het niet. Beetje jammer. Kan jij het dan wel, Mario? Mario is zo goed. En dan maak ik het even af. Met Epona. Dag, persik slijmpjes. Oh, ik mocht kiezen net. Ik mocht een weg kiezen. Ik heb de weg van de wapens gekozen. Ik weet niet sinds wanneer broodwapens zijn, maar oké. Maakt ook niet uit verder. Brood nummer 1 is weg. Kijken of ik de andere twee kan weghalen. Eentje kan ik weghalen. En de laatste haalt Steve wel weg. Bim, bim. Oh, we zijn zo sterk, jongens. Lekkere loopneuzen weer. En klaar. Easy. Oh, wacht even. Nu krijg ik een wapen. Een hartjesdolk. Is die van Red? Oh, dat is nice. Red wordt gelijk 7 puntjes sterker. Heel chill. En we hebben 850 mensen gered. Meer HP-strooisel. Maar wat als ik dit level nou nog een keer doe? Kan ik dan een andere route nemen waarbij ik weer een schat krijg? Kijk, want als ik nu voor kleding ga, krijg ik dan ook nieuwe kleding. Ligt hier dan nog een kistje voor mij? Hey, ja, kijk, er ligt gewoon nog een kist, joh. Wonderkleding voor Steve. Die wordt er ook sterker van. Wat nice. Zo, dit is wel even heel chill. Gewoon 2 kisties waar ik wat aan heb. De onderste ging om bananen, dus ja, die heb ik niet meer nodig. Die laat ik lekker zitten. Een noodgeval? Wat? Wat gebeurt er? Zelda voelt zich niet zo lekker. Oh, die ligt ook in bed. Nee joh, wat moet ik daaraan doen dan? Zelda is te ziek om op pad te gaan. Je moet haar hier laten totdat ze beter is. Dus het zou zomaar kunnen dat wij daar nog problemen mee krijgen. Dus dat wij nu een heel goed team hebben, maar dat er straks misschien 2 ziek zijn of zo. Oh, dat zou zo niet relaxed zijn? Oké. Dus eigenlijk moet ik ook nog anderen gaan trainen. Voor backup. Nou, ik ga toch eerst gewoon een lekker wapen aan mezelf geven hoor. Oh, 4100. Zo duur. Oh. Maar ik heb een MP-snoepie gekocht. Ja, lekker, joh. Ik heb nog 69 MP-snoepies. Waarom ga ik nou een MP-snoepie kopen, joh? Dat is toch niet snugger? Dus kijk, Steve die koopt tenminste wel een pan waar hij wat aan heeft. Nou, Zelda, heel veel beterschap. Ik ga even hamburgers proberen te scoren. Mario, heb jij niet gewoon een hamburger of zo? Ik bedoel, jij bent toch de culinaire fijnproever van de hele wereld? De reizende fijnproever Wario. Wat heb je nu weer, jongen? Hij heeft mysterieuze crap. Lekker, jongen. Beetje crap. Ja, dat is geen hamburger. Maar dit wordt best nog wel een puzzel dan. Want nu zijn we in een of ander bos, dus dit gaat nog best wel lang duren. Hier is een of andere mega slijm, die wordt ook wel slorren genoemd. Heerlijk. Lekker slormpie erbij. Maak de slorm kapot. De slorm valt aan. Lekker Serena. Bedankt voor je hulp. De eerste keer dat Serena hoeft te helpen. En ik vraag me af waar we zijn. We liepen net nog over de velden en nu zijn we opeens in het bos. Hoe kan dat nou? Ja, stomme portals. Ik dacht dat ik bijna bij mijn hamburger was, maar nee. Oh jee, nee. Oh, we hebben ruzie. Oh, doe nou niet, jongens. Ga nou niet zo stom doen tegen elkaar. En kijk of we toch nog een beetje samen kunnen vechten. Ik nam het over van Red. Mario, lekker bezig. Even aanvallen die handel. Samen met Stevie. En dan is alles weer weg.
Oh, we zijn wel echt sterk. Die battles, jongen. Die gaan echt wel makkelijk, hoor. Kijk, en Red gaat ook nog een leveltje omhoog. Hé, hey, en Zelda is beter. Epona en Red gaan trouwens wel echt lekker, hoor. Die zijn bijna al level 12 samen. Nou, Steve, die kan alweer nieuwe kleding fixen. Biscuitkleding of zo heeft hij nu. Chocoladekleding. En dan hebben we net de champignonenschotel gekregen. Wil jij dat hebben, Mario? Ik kies weer de verkeerde. Mysterieuze crab. Wil jij dat, Red? Ja? Oh, nee, ik geef per ongeluk aan Wooloo. Nou, geniet ervan, Wooloo. Wooloo vond het wel heel lekker zo te zien. Steve ook. Oké, nu kunnen we naar beneden. Daar hebben we een portal. En dan komen we weer ergens anders terecht, joh. In de woestijn. Ja, of we pakken gewoon deze en kijken waar we uitkomen met die andere portal. Laten we dat nog even doen. Hoppakee, Steve en Mario gaan eventjes naar level 23. En Epona en Red naar level 12. En dan gaan we even een nieuw pakje fixen voor Mario. Een horloge lapjas. Ja, Mario die heeft nog niet zo'n heel uitgebreid outfitje. Steve is daar echt veel verder in. En Red wilde ook één. Tuurlijk, Red. Dan krijg jij er ook één. Het kunstbondplunje. Bunstkontplunje. Hoppakee, level 13. Epona en Red gaan hard. Nou ben ik benieuwd of we bij de burger uitkomen, jongens, als we door deze portal gaan. Nee, maar wel bij een kistje. We zullen dus nog even verder moeten zoeken. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. De missie voor de hamburger, deel 2. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!